samenleving. En als provincie kunnen we het ook stimuleren door te zeggen, we willen echt veel groter eigenlijk eigendom nog, financiële participatie noem je dat dan, van inwoners. Maar ook het Rijk moet daar weer een omslag in maken. Dus je hebt dat eigenlijk allemaal nodig, want het is echt een nieuw systeem en een andere manier van denken. Ja. En als provincie denk ik dat we vooral in die energietransitie kunnen zorgen dat we inwoners echt eigenaar laten zijn van onze windmolens bijvoorbeeld. Omdat dat ook eerlijk is. Je zegt, het is heel eerlijk, ja. Denk ik. Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Maar ik ben zo wantrouwend. Dit zijn zulke machtsblokken waar je mee te maken krijgt. Welke machtsblokken bedoel nou, je? Nou, Vattenfalls, de Sense, noem maar op. Ja, en juist als overheid heb je volgens mij een verplichting om tegen de grote vervuilers. En Vattenfall hè, en Sense doen ook veel duurzame energie, dus ik zie je niet als de boeman of zo. Nee. Maar we zien wel dat grote vervuilers die we ook hebben in deze provincie, zoals Tata, zoals Schiphol, zoals ook Microsoft met hun datacenters, ja. Dat die veel te lang een hand boven het hoofd zijn gehouden en alles maar goed gevonden in het kader van winst. En wij zeggen, we moeten echt die gezondheid boven winst gaan zetten eigenlijk. Wat gaan we doen met Tata Steel? Nou, met Tata Steel moet dat principe bovenaan komen te staan. Dus gezondheid boven winst. En dat betekent dat je als overheid veel strenger gaat handhaven. Dus er niet meer van uitgaat dat Tata wel wil of dat Tata mee wil werken. Maar ervan uitgaan, nou wat nou, stel nou dat ze dat niet doen. Dan moeten we onze regels zo inrichten dat we hun daar ook eigenlijk toe dwingen. En dat betekent voor ons ook dat de Kooksfabriek 2, dat is de allervervuilendste fabriek van Tata, die ook nu in bijvoorbeeld Wijk aan Zee de meeste overlast veroorzaakt, ja. Dat we die nu per direct sluiten. Dat is een mening van GroenLinks. Ja. Houden ze zich er niet aan, sluiten. Ja, en die Kooksfabriek 2 die moet sowieso nu gesloten eigenlijk worden. Ja. En sommige partijen zeggen, daar kunnen we nog wel even mee wachten. En Tata zegt ook, we kunnen daar nog mee wachten. En volgens mij kunnen we daar niet mee wachten. Want de reden om dat niet te doen is, ja, winst. Ja, dan krijgen we onze business case niet rond. Ja, dat is nou precies de reden waarom het zo fout is gegaan bij Tata. Omdat jarenlang die winst ver boven de gezondheid van de inwoners van Eimond heeft gestaan. Maar en dat moet echt afgelopen zijn. We verstrikten over vergunningen, hè? Ja, en ik zeg wie verstrekt die vergunningen? De vergunningen voor Tata liggen deels bij de provincie en deels bij het Rijk. Ja. En dat zie je eigenlijk bij veel, ook bij Schiphol, is deels provincie, deels Rijk. Dus dat zijn allemaal samenspraakdingen. En het gaat me er ook niet om. Ik hoop dat er een toekomst is voor Tata in Eimond, ja. Met groen staal en met een duurzame productie. Alleen er moeten wel nu dingen veranderen. Ja. En als overheid moet je dus volgens mij die grote bedrijven benaderen vanuit een bril van, we gaan jullie aan de regels houden en we gaan jullie dwingen om duurzaam te worden als je het niet zelf doet. En tuurlijk is er hier ruimte voor dat soort bedrijven. Ja. Alleen wel onder hele strenge voorwaarden. En je moet als overheid kijken naar dat soort bedrijven vanuit de bril van je inwoners. En niet vanuit de bril van winst en ze zullen het wel goed bedoelen. Dit hebben we gezien dat dat niet zo is. Er is ook altijd angst, dan gaan ze weg. Er is altijd angst, dan gaan ze weg. Dan vertrekken ze uit Nederland. Klopt. Is dat een terechte angst? Nou, dat denk ik niet. En omdat ik denk dat ook, omdat je niet zo heel snel weggaat. Nee. Dat hebben we ook wel gezien. Hè. Er zijn, dat is ook de reden dat, dat Nederland landelijk gezien zo'n, nou ja, in het kader van het vestigingsklimaat zo weinig belasting heeft. Ja, dat trekt misschien wat aan, maar wat win je daar dan bij? Als je, als dat grote bedrijven aantrekt die hier alleen maar gevestigd willen zijn onder die voorwaarden. Ik geloof veel meer in een systeem waarin we maatschappelijk verantwoord ondernemen. En waar we de mens centraal stellen. Waar we de mens centraal stellen, waarin we duurzaamheid centraal stellen, waarin we de toekomst van onze planeet centraal stellen en niet die winst. En als mensen tegen jou zeggen, ja, maar Nederland is een klein land. Wat kunnen wij nu doen op de hele planeet? Wat zeg je dan? Nou, volgens mij kunnen we een heleboel doen. Ja? Nederland is ook de 18e wereldeconomie. Ja. Dus we zijn in oppervlakte misschien een klein land, maar in invloed zijn we een heel erg groot land. Ja. We zijn ook een heel erg westers land. Dat betekent dat wij met z'n allen ongelooflijk veel producten gebruiken die elders in de wereld geproduceerd moeten worden. Waar we ook wat mij betreft een verantwoordelijkheid voor hebben. Dus ten eerste zijn we denk ik, hebben we veel invloed wereldwijd en moeten we die ook aanwenden. En ten tweede vind ik, hoe klein of groot je ook bent,
Je hebt gewoon een verantwoordelijkheid naar de planeet toe en naar je inwoners om het beter te doen en om duurzaam te worden. Je moet naar jezelf kijken. Nee, je moet naar jezelf kijken. Ja. Want iedereen, hè, de hele wereld moet die doelen van Parijs halen. Bijna alle landen hebben die ook dat akkoord ook ondertekend. Ja. Op 3 na, geloof ik. En we moeten dus met onszelf aan de slag en zeggen, ja, we hebben niet zoveel invloed. Ja, maar daarmee blijf je alleen maar uitstellen. En daar is het nu echt te laat voor. Ja. Schiphol is natuurlijk ook een groot dossier in de provincie. Klopt. Wat wil je daaraan doen? Maximum stellen? Ja, wat ons betreft moet Schiphol krimpen. Maximaal 400. En dan verhuizen naar? Nee, gewoon minder vliegen. We moeten met z'n allen. Ja, wat doen we de rest van de vluchten dan? In Nederland moeten we naar een minder aantal vluchten. Dus wij zeggen nu voor Schiphol 400.000 vluchten per jaar. Ja. En Lelystad Airport ook niet open. En dat betekent dat we vooral moeten werken ook aan alternatieven. Wat mij betreft gaat het er om dat we zo duurzaam mogelijk reizen. En het gaat vooral om de vluchten, de korte vluchten binnen 750 kilometer. Die geven ontzettend veel overlast. Ja. Die zijn ook ontzettend vervuilend. De luchtvaart is gewoon een hele vervuilende sector. En dat zijn afstanden die je ook prima met de trein zou kunnen doen. Ja. Dus wat mij betreft zetten we veel meer in ook op meer treinen. Dat is ook iets wat echt landelijk werkt. Maar Schiphol ligt wel in onze provincie. Dus we kunnen daar wel als Noord-Holland een wat sterker signaal over geven. Dat wij bijvoorbeeld ook vinden dat het toekomstbeeld zou moeten zijn. Treinkosten zijn veel hoger dan vliegkosten. Dat is een heel groot probleem, denk ik. Klopt, en dat is wel ook iets. Dit zijn wel allemaal thema's die vooral. Dit gaat bijvoorbeeld over een CO2-belasting. En dat zijn thema's waar we als provincie gewoon niet over gaan. Dus wat je echt landelijk zou moeten regelen. Ja. Maar als je het mij vraagt, zul je dus ook in Europa heel erg samen moeten werken. Om dat treinverkeer ten eerste veel beter te maken. Je ziet de afgelopen jaren, er komen wat nachttreinen bij. Dat is volgens mij een ontzettend goede ontwikkeling. En dat moet echt omhoog. Ja. En daarmee kun je ook de kosten dan weer verlagen. Want we zien ook dat die stuntprijzen bij vliegen, ja, dat is precies het systeem waar we van af moeten. En we moeten veel meer toe naar een duurzame manier van reizen. Want onze planeet kan het gewoon niet aan. Nee. Hoe we daar op deze manier mee omgaan. Nee. Is een grote omslag, hè? Ja, absoluut. Dat wij de planeet centraal stellen en niet de economie. Ja, en die omslag hadden we echt al veel eerder moeten maken. GroenLinks is eigenlijk opgericht voor die omslag. Ja. 30 jaar geleden werden wij opgericht al voor de klimaatpolitiek en de milieupolitiek. En dan hadden we misschien ook wat meer tijd nog gehad om die omslag wat langzamer te maken. Maar we zien nu dat als we niet snel wat doen en als we niet veel harder gaan inzetten op ons klimaatbeleid, dat we over de 1,5 graad opwarming heen gaan op deze aarde. Ja, en dan wordt de aarde echt onleefbaar. En dat is, de aarde overleeft het wel. Maar wij als mensheid niet. Nee. En dat is wel iets waar ik me echt grote zorgen op maak. En dat is waarom die omslag ook zo keihard nodig is. Ja. Een vraag van de nachtburgemeester van Amsterdam. Ja. Hoe zie jij het nachtleven in de provincie? Ja, ik vond dat een leuke vraag. Ja. Ik denk dat het nachtleven ontzettend belangrijk is voor Noord-Holland. Je ziet ook dat Noord-Holland een plek is en ook Amsterdam specifiek een plek is waar veel vrijgeesten, vrijzinnige, creatieve types uitlaatplekken vinden en samenkomen. En dat is volgens mij ook echt iets wat we moeten koesteren. En voor de hele provincie geldt dat die cultuur en dus ook die nachtcultuur, want cultuur is niet alleen musea en is niet alleen dansvoorstellingen en is niet alleen theater. Cultuur is ook het nachtleven. De nachtcultuur is ontzettend belangrijk wat mij betreft. Juist om die rafelrandjes ook een plek te geven. En ik vind dat voor Noord-Holland heel erg belangrijk. En als provincie jullie kunnen daar veel in doen, hè? Kunnen we daar wat in doen? Ook veel. Niet, niet alles. Nee. Nee, we hebben denk ik 2 rollen. Ten eerste op het gebied van cultuur. Dus de provincie stimuleert regionale cultuur. En daarin kunnen we zeggen, nou, maak de nachtcultuur en het nachtleven daar ook nou echt een onderdeel van. Ik ben zelf ook, ik geniet graag van het nachtleven van deze provincie. In Amsterdam. In Amsterdam, onder andere, daar woon ik. En dat betekent ook dat we bijvoorbeeld moeten investeren in het nachtelijk openbaar vervoer. Want nu is de nachtcultuur waar je toegang voor hebt vaak op de plek waar je ook woont, omdat je anders niet zo snel meer thuis komt. En dat vind ik heel erg jammer, want ik denk dat het heel mooi zou zijn als de provincie ook 's nachts wat meer met elkaar verbonden zou zijn. Ja. Dus dat nachtelijk openbaar vervoer is
Belangrijk voor mensen die 's nachts werken, want die hebben we ook. Maar ook voor mensen die willen genieten van die nachtcultuur van Noord-Holland. En daar hebben we als provincie echt wel een rol. Ik denk dat er een hele mooie toekomst ligt voor de nacht in de provincie. Ik hoop het. Denk je niet? Ja, ik denk het ook. Volgens mij hebben we een hele rijke nacht in Noord-Holland. En moeten we daar wel ook spaarzaam op zijn. En ervoor zorgen dat juist ook... Er moet een balans zijn. Ja, er moet een balans zijn. Maar juist ook die vrijzinnige, creatieve randen, dat die genoeg ruimte krijgen. Ja. Dat vind ik heel erg belangrijk. Bedankt. Dankjewel. Er is ook zo'n beeld van alsof die politici er alleen maar voor zichzelf zitten. Hè, of voor de macht of dat soort dingen. Ja. Maar ik denk als je kijkt naar hoe die politici, hoe druk ze ermee zijn. En dat ze het allemaal naast een baan doen. En hoe weinig je ervoor... Je krijgt er niet weinig voor betaald, maar zeg maar, het is niet een slecht loon. Nee. Maar het is ook niet waarvoor je het doet, zeg maar. Dat echt mensen daar zoveel vrije tijd voor opofferen. Ja. Om een verschil te maken. Maar heeft dat te maken met het verschil willen maken? Of heeft dat te maken met, zeg maar, dit is een begin van mijn carrière? Als je even naar jezelf kijkt. Oh, dat is een verschil willen maken. Ja. Nee, dat is niet iets van een carrière technisch iets dat ik denk, dit is nou een slimme stap om te doen. Nee. Wat doe je hiernaast? Ik studeer nog. Ja, ik ben bezig met een master. In Amsterdam? Ik heb een bachelor in Amsterdam gedaan, de UvA. Ik doe nu een master dan in Utrecht aan de universiteit. Mm. Maar ik ben hier nu toevallig ingerold. En ik heb deze, sta nu op plek 4, dat vind ik echt een grote eer. Ja. Maar het is niet dat dit onderdeel is van een route of zo dat ik denk. Je ziet wel wat er gaat gebeuren. Ik zie wat er gaat gebeuren. Ja, natuurlijk heb ik ideeën van wat ik leuk zou vinden om later te doen. Maar... Wil je dat delen met ons, wat je leuk zou vinden? Of? Tuurlijk. Nou ja, ik denk uiteindelijk bij de overheid werken. Ja. Ja? Dus ofwel. Ik denk niet per se aan de politieke kant uiteindelijk, maar eerder als ambtenaar of misschien een bestuurlijke functie lijkt me ook. Ik denk dat wethouder lijkt me zo'n droombaan ergens, ja. Ja? Ja. En dan in een dorp of in een grote stad? Dat maakt me denk ik nog niet eens zoveel uit. Het zou leuk zijn in een stad waar ik een beetje feeling mee heb natuurlijk, hè, waar je een beetje thuis voelt. Maar ik denk uiteindelijk lijkt me dat heel gaaf, dat je gewoon op zo'n lokaal niveau echt het verschil kan maken. Echt vanuit de inhoud, dat je daar... Kan je als wethouder in een stad of dorp kan je veel meer het verschil maken? Dan als statenlid bedoel je? Statenlid, ja. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik dat het verschil is. Ja, je bent natuurlijk toch bestuurder, ja. Dus jij bent toch degene die dan de beslissingen neemt. En dat moet verantwoorden aan de raad, denk ik, ja. En het hangt natuurlijk ook vanaf hoe je doet als statenlid en hoe je doet als wethouder. Nummer 4 in de provincie. Ja. Was dat een verrassing voor je? Dat was wel een verrassing, ja. Ja? Althans, nou ja, ik loop hier al wel een paar jaar mee als dan duo-commissielid. Ja. De vorige verkiezing stond ik op plek 10. Ja. Maar plek 4 had ik niet verwacht, nee. Nee? Nee. Wordt ook veel van je verwacht dan? Als je nu op 4 staat, denk ik. Ja, dat... Dus de lat wordt wel even hoger gelegd voor jou? Het is niet dat, natuurlijk dat je daar de hele dag mee geconfronteerd wordt of zo. Maar het is wel iets... ik vond die verantwoordelijkheid zelf dan ook wel... Ja, dan moet je dat toch goed doen, vind ik. Ja, zeker. Ja. Hoe kijk je naar Tata Steel? Hoe kijkt de PvdA naar de Tata Steel? Ja, dat is een heel lastig dossier natuurlijk, hè? Omdat er zoveel belangen spelen. En onze gedeputeerde is er al een paar jaar voor verantwoordelijk. En daar is denk ik best wel veel veranderd, hè? Dat vroeger toch Tata Steel te veel gang is kunnen gaan eigenlijk. Ja. Maar dat we nu sinds een paar jaar echt zeggen dat gezondheid echt op nummer 1 staat. Ja. En echt boven economische groei gaat. Ja. En dat er alleen een toekomst voor Tata Steel is als die groen is. Ja. En het is wel onze ambitie, hè, dat we willen niet dat Tata Steel weggaat. Daar schieten we denk ik ook niks mee op. Nee. Maar dan moeten ze wel schoon zijn voor de gezondheid, voor de omgeving. Maar het heeft toch met wetgeving te maken, heeft toch met vergunningen te maken. Zijn die vergunningen die verstrekt worden, zijn het jaarlijkse vergunningen, weet je dat of niet? Of zijn het over langere... Het is complex, dat verschilt weer per fabriek en per, er is ooit één vergunning afgegeven voor de hele trein, een soort revisievergunning heet dat dan, voor het hele complex. Dat was de ambitie, maar eigenlijk zie je dus dat die op alle treinen, net anders, die fabrieken net andere momenten weer opnieuw vergund moeten worden, dat soort dingen. Dus het is een heel stelsel van allerlei vergunningen, ja. En dat maakt het natuurlijk complex ook. Ja, het zou denk ik de kracht van Nederland zijn dat je niet roept van het moet weg. Maar dat je het gaat omarmen met z'n allen, waar je de mens centraal stelt. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Maar dat je wel probeert het zo te regelen dat mensen ook hun baan houden. Ja, ja, want we hebben uiteindelijk natuurlijk ook gewoon staal nodig. Hè? Zeker ook met de energietransitie, om maar bijvoorbeeld wat te noemen. Dat is een beetje het dilemma waar je dan in zit. En ook die werkgelegenheid, hè? Dat is veel waard, ook daar voor de regio.
Maar het kan natuurlijk niet zijn dat je, omdat je nou eenmaal zoveel bijdraagt aan een samenleving, dat je de wet mag overtreden of zo. Nee. Dat daardoor de normen opschuiven. Maar dat heeft dat niet met macht te maken? Een beetje? Dat mensen denken, ja, ik heb de macht, dus achter, ik word toch niet, word niet gehandhaafd? Als staat hebben bedoel je? Ja, in het algemeen, denk ik. Ja, dat denk ik wel, dat dat ja, kan gebeuren. En dat is misschien in het verleden ook wel te veel gebeurd. Maar daarom is het ook zo goed dat daar nu echt een omslag heeft gemaakt. En dat bijvoorbeeld onze gedeputeerde nu heeft gezegd, hey, want dat is kooksgasfabriek 2, is dat een beetje nu het symbool geworden van waar dat misgaat. Ja. En daar ligt nu dan een derde dwangsom. En als die dan volloopt, zoals dat heet, dus als die boetes helemaal uit zijn betaald, of helemaal zijn, ja, alle maximale boetes zijn gegeven, dat je dan echt gaat kijken of je die fabriek kunt sluiten. Loopt nu een onderzoek. Ja, dat las ik, ja. Ja. Dus dat is natuurlijk best een flinke stap. Ja, maar dat is ook voor Tata is dat een groot risico. Want stel nou dat, ik zie dat het Openbaar Ministerie is daarmee bezig, iedereen is daarmee bezig op dit moment. Wanneer wordt daar een beslissing over genomen? Heb jij er een idee van? Over die vergunning van de koops? Nou, er loopt nu dus een onderzoek naar wat je juridisch mag als provincie, of je überhaupt zo'n vergunning kan intrekken. Ja. En de resultaten daarvan worden in juni verwacht, volgens mij, over 2 maanden zoiets. Ja. Wat verwacht je? Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Nee, ik ben geen jurist, dat weet ik niet. Het is ook heel nieuw, hè? Ja. Het is heel nieuw, dus de verwachting is een beetje... Ja, ik denk dat je met z'n allen er gewoon aandacht voor moet hebben. En daardoor dat je taten duidelijk maakt van het is nu mooi geweest. Het is natuurlijk ook een signaal dat je afgeeft, hè? Dat als je zegt van als je zo doorblijft met de overtreding, gaat het op een gegeven moment consequenties hebben. Want als provincie kun je dan een ton boete geven nu per overtreding. Nou, dat is natuurlijk best veel, maar goed... Voor een bedrijf van dit omzet van 5 miljard en een winst van 300 miljoen is het ook wel weer te overzien. Ja. Maar goed, dat je dan eenmaal op een gegeven moment zegt van wellicht gaan we die vergunning intrekken als het zo doorgaat. En dat is natuurlijk niet omdat het zo leuk is om een vergunning in te trekken, maar omdat die gezondheid van de inwoners zo belangrijk is in die omgeving. Ja. Ja. Wat is nog meer een groot onderwerp voor de PvdA in Noord-Holland? Woningbouw natuurlijk. Ja. Is voor iedereen, hè? Voor iedereen inderdaad. Ja, inderdaad, iedereen volgt ons goed nu. Ja, maar gewoon betaalbare woningbouw. He, dat het belachelijk is dat wonen tegenwoordig geen recht meer is, maar alleen iets wat de allerrijkste eigenlijk kunnen voeren. Maar hoe ga je dat bewerkstelligen dan? Nou ja, er komt waarschijnlijk een actievere rol voor de provincie op het gebied van woningbouw. Dat is iets wat verschuift natuurlijk heel veel op het gebied van woningbouw. He, landelijk pakt er steeds sterker een rol. Maar daarbij komt waarschijnlijk ook een taak van de provincie te liggen. Hm. Om daar actief beleid op te voeren, actief toezicht te houden op gemeentes. En wat als het van de PvdA ligt, gaan we dan ook meer voorwaarden stellen aan de betaalbaarheid van de woningen. Dus als je zegt dat je ergens wilt gaan bouwen, dat we dan ook gaan kijken van, maar doe je dat dan ook op een manier die voor mensen betaalbaar is? Of ga je alleen maar bouwen van alle rijksten? Dat je dat ook meeneemt in je, nou ja, de vergunningen die je afgeeft voor woningbouw. Dat soort dingen. Hoeveel woningen komt Noord-Holland tekort? De ambitie is om voor 2030 180.000 woningen erbij te bouwen. Gaat dat lukken? Het is heel spannend. Dat is echt heel spannend. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Hè. Heel veel dingen zijn stikstof is natuurlijk een gigantisch onderwerp waardoor het nu stil ligt. Ja. Maar het schijnt ook dat de rentepercentages daar invloed op kunnen hebben. Of we genoeg grond hebben. In hoeverre de gemeentes gaan meewerken. Spannend. Dus, ja. Is stikstof niet het grootste probleem dan? Ja, stikstof is op dit moment het grootste probleem. Ja. Ja? Zeker. Ja. Naast de ruimte, denk ik ook. Hè. Het is gewoon... De ruimte is er toch wel. Als je iets doet met de vergunningen, met wetgeving, dan is die ruimte toch wel te vinden. Ik hoop het, maar het is soms best lastig, hè? Want je wilt niet te veel natuur gaan bouwen natuurlijk. Nee. Want daar hebben we ook niet zo gek veel meer van natuur en groen. Nee, dat denk ik niet. Noord-Holland toch wel? Noord-Holland, vind je dat we daar te veel natuur hebben? Niet te veel, maar wel veel. En soms moet je keuzes maken, denk ik. Ik denk dat we genoeg natuur hebben, maar het is natuurlijk als je helemaal ergens begint met bouwen, ben je het kwijt. Er gaat nooit meer gaan die woningen weg. Dat vind ik een hele mooie zin. Ja. Als je eenmaal die natuur opgeeft, dat is wel echt de verantwoordelijkheid ook die ik vind dat we daarin hebben. En zouden we deze tijd niet de natuur centraal moeten stellen, ook? Ja, zeker. Zeker. Dus wat wij ook zeggen is, want je hebt dat bijzonder provinciaal landschap. En we denken, dat kun je eigenlijk alleen maar gaan bouwen als je dat kan doen met respect voor de omgeving. Hè? Als je die landschappelijke kwaliteit, zoals dat dan heet, ofwel behouden blijft, of soms misschien wel versterkt wordt. Ja. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar die stelling van Amsterdam bijvoorbeeld, op sommige plekken is die nauwelijks te zien. En daar moeten we ook zorgvuldig mee omgaan. Maar wellicht kun je ergens in die buurt dan toch nog woningbouwprojecten doen, waarbij je dus gewoon met de hele omgeving aan de slag gaat. Mm. Dus ook kijken van, hoe kun je die natuur weer tot z'n recht laten komen en tegelijkertijd zorgen voor meer woningen. Ja. Ja. Waarom zijn er toch van die onderwerpen die we heel lang laten liggen? Ja, goede vraag. Maar waarom,
Waarom durven we het niet aan te pakken? Vinden we het moeilijk om een nee te krijgen? Ik denk dat het zo vaak is dat er zoveel belangen meespelen. Hè? Je ziet het dan bijvoorbeeld nou, bij woningbouw. Enerzijds wil je veel woningen bouwen, maar anderzijds wil je niet te veel stikstof uitstoten. Je wil de ruimte behouden, je wilt de natuur behouden. Je wilt dat het betaalbaar is, maar tegelijkertijd wil je als overheid ook niet te veel geld insteken. Nou, kom dan maar tot één uiteindelijk uitkomst. Hetzelfde geldt voor, denk ik, ook Tata Steel. Hè? Je wilt enerzijds wil je staal hebben, anderzijds wil je de omgeving gezond houden. Ja, je doet pijn. Nee. Ik denk is dat interessant? Nee. En hoe bedoel je laten leiden door peilingen? Ja, jij begint nu ook over de peilingen. Ja, denk je? Nou, dat is als ik dan moet voorspellen over of veel gaat veranderen, dan zijn de peilingen denk ik het beste middel dat je hebt. Ja. Qua voorspelling. Maar ik bedoel niet dat we de keuze moeten laten afhangen van wat in de peilingen gebeurt. Ja. En dan denk je dat provinciaal ook meespeelt dat er niet gepeild wordt provinciaal. En dat eigenlijk ook mensen daar niet zo erg mee bezig zijn met de provinciale politiek. Nee. Dus dat je landelijk denk ik wel ziet dat partijen echt bezig zijn met, hè, we moeten gewoon stabiel blijven in de peilingen, geen cases verliezen. De peilingen bepalen dan ook de verkiezingsuitslag een beetje, denk ik. Invloed erop. Het kan, denk ik. Er zijn denk ik voorbeelden te noemen, maar over het algemeen denk ik ook wel weer dat die invloed beperkt. Tot slot heb ik nog één vraag van de nachtburgemeester uit Amsterdam. Mooi. Hoe zie je de ontwikkeling van het nachtleven in de provincie? Nou, ik hoop goed. Ik ben zelf groot fan van het nachtleven. Ja. In Amsterdam? In Amsterdam voornamelijk, ja. Ik woon zelf dan in Amstelveen, dus vooral in Amsterdam. Nee, ik hoop dat dat goed gaat. Tegelijkertijd is natuurlijk ook de vraag, wat kan je daar als provincie betekenen? Hè? Vergunningen? Ja, ligt ook voor een deel bij de gemeente, grotendeels eigenlijk wel. Ik denk bijvoorbeeld dat nacht openbaar vervoer belangrijk kan zijn in de regio rond Amsterdam bijvoorbeeld. Ik heb zelf een jaar thuis gewoond nog terwijl ik in Amsterdam studeerde. En dat is natuurlijk frustrerend als die laatste trein om 1 uur gaat en je dan weg moet. Vind je dat niet een beetje raar in deze tijd? Een trein die om 1 uur nog gaat en dan niet meer... Een bus die niet gaat. En... Ik vind dat jammer. Ja. Maar ergens vind ik het ook alweer te begrijpen. Want zeker als je ziet dat de vraag soms laag is. Het is natuurlijk ook niet efficiënt om met een lege bus te gaan rondrijden. Nee. En het is natuurlijk ook, het is niet gratis. Dat is ook het eerlijke verhaal. Dat betalen met z'n allen aan die bus die daar rijdt. Ja. Dus je moet dan denk ik wel op zoek naar manieren om dat op een slimme manier te doen. Hè? Dus bijvoorbeeld meer met data kijken van wat zijn de tijden dat er nou mensen vraag naar hebben. Misschien kun je dingen op afroep doen. En ik noemde net Amsterdam, maar ik denk dat dat ook zeker iets is voor de kop van Noord-Holland, zeg maar. Ja. Want Amsterdam heeft dan nog 10 nachtlijnen met de bus. Ja. Tegenover 1 in heel Noord-Holland, Noord. En die rijdt 1 keer op zaterdagnacht, zeg maar. Terwijl daar de afstanden misschien nog wel groter zijn. En als je het nachtleven in Den Helder, Alkmaar, hoe zie je dat? Festivals, feesten? Het zou mooi zijn natuurlijk als we daarin zouden kunnen. Ja, ik vind het natuurlijk. 24 uur vergunningen. Ja, is niet iets waar de provincie over gaat, de 24-uursvergunning. Nee, dat is echt iets wat gemeentes afgeven. Dus dat, daar ga ik ook Amsterdam is de enige gemeente die dat doet. Ja, Haarlem is er nu mee aan het experimenteren, weet ik. Het is iets waar ik persoonlijk voor ben, als het goed gebeurt. Ja. Maar het is niet iets waar we als provincie iets af kunnen doen, aan kunnen doen. Hoe zie je de toekomst van Noord-Holland? Ik hoop heel erg mooi. Maar we staan best wel wat grote uitdagingen op ons te wachten, denk ik. Zoals? Woningbouw, maar dat geldt denk ik voor het hele land, hè? Ja. Stikstof. Ja, ik denk dat dat verduurzaming vind ik misschien wel de grootste uitdaging uiteindelijk. Ja. Hè? Dat is toch de voorwaarde om die andere uitdaging kunnen aan te pakken, is dat de planeet leefbaar blijft. Ja. En dat is helaas niet meer een vanzelfsprekendheid, gek genoeg. Dus dat we daar echt wel vaart mee moeten maken. Ja. Dat vind ik wel de grootste uitdaging op dit moment. En je ziet ook dat dat volgens mij door alle onderwerpen heen loopt. Hè? Dat we gewoon echt anders met onze planeet moeten gaan omgaan. Ja. Of het dan gaat om Tata Steel of over de transitie naar het duurzaam openbaar vervoer of over de duurzame woningen. Uiteindelijk komt het toch allemaal. Ik heb het vandaag een paar keer genoemd, maar ik vind het zo belangrijk. Ik las vanmorgen in de krant dat in Brabant 5,3 miljoen varkens zijn. Ja. Dat is een aantal, hè? Ja, flink. Ja, daar zouden we toch ook eens naar moeten kijken, hè? Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Gewoon, ja, die manier waarop we dieren omgaan inderdaad. Hoe we met dieren omgaan, hoe we met de varkens omgaan. Ja. Ik vind het... Dat schijnen hele intelligente dieren te zijn inderdaad, ja. Ik eet zelf geen vlees, maar inderdaad. En dat moeten we ook natuurlijk niet gaan verbieden, maar gewoon echt op een andere manier. Ik knip dit er even nu uit, maar ik heb slecht humor als Amsterdam. Ik zeg altijd, ze hebben meer verstand dan een Brabander. Oh, kijk. Goed, ja. Nee, maar het is wonderbaarlijk, hè? Ja, het is echt wonderbaarlijk. Ik denk dat dat wel iets zou kunnen zijn dat als we over 40 jaar terugkijken op deze tijd, zeg maar.
Ja. Zoals net zoals we nu dan kijken over Zwarte Piet of dat soort dingen, ja. Of over die, hoe we hebben lopen vervuilen. Hele mooie vergelijking. Dan denk ik dat we over een paar decennia echt denken, hoe hebben die massastalen ooit kunnen bestaan? Ja, ja. Hele mooie vergelijking. Als je kijkt hoe we nu naar Zwarte Piet kijken, toch de massa. Ja. Heel, hoe we naar het racisme kijken, hoe we naar slavernijverleden kijken. Ja. Hoe kijken we over 40 jaar naar de massastallen van de varkens? Ja, ja, dat denk ik. Hele mooie zin, ja. Bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, bedankt.